Hey vrienden, deze Pokémon-doos wilt jij hebben en ik ga je exact tonen waarom dat zo is. En inderdaad, het is door de kaart die je aan de voorkant ziet. De Galarian Moltres. Dit is een van de mooiste kaarten die je ooit bij een tin hebt kunnen krijgen. En wij gaan vandaag eens kijken of het een promo-kaart is of werkelijk een kaart met een setnummer op. Het moment van de waarheid. We openen de tin. En hier zien we dan het kaartje waar het allemaal om draait. De Galarian Moltres. En ik vind het altijd heel eng hoe die kartonnen flapjes de kaart vasthouden. Want dan moet ik heel voorzichtig zijn om de kaart niet te beschadigen. Ik heb hem er gewoon een beetje uitgevloept. Moltres, Galarian Moltres. Enorm mooi kaartje. Het is een Sword and Shield promokaart nummer 284. We hebben ook nog een codekaart die ik op het einde van de video aan één van iemand die nu aan het kijken is kan geven. Heel mooi blauw. Een natuurlandschap met een berg en een paar bomen aan de onderkant. Dan heb je hier een soort van zon die nog zonnestralen weergeeft. Het is een beetje alsof ze Moltres afbeelden als een god. Achterkant van de kaart natuurlijk gewoon normaal. En die ziet er eigenlijk nog altijd wel redelijk goed uit. Aangezien dat die toch bij dat, tussen dat oranje flapje zat, is het nog wel goed gekomen. Ik ga hem sleeven in een zeer mooie Blastoise sleeve. Tegenwoordig heb ik het liefste de Blastoise sleeves, omdat die zo steviger zijn. Dus als je die dan in een map steekt, dan heb je zo, ja, dat schuift makkelijker. Want dat is ook, je hoort het, redelijk zacht materiaal. Als je ze niet gaat wegsteken, gebruik ik liever een penny sleeve. Want die sleeves van een Elite Trainer box, die zijn iets steviger. Waardoor je toch wel soms een kromming krijgt in je kaarten. Maar aangezien ik deze in een map ga steken, maakt het niet zoveel uit. Een andere reden waarom deze Pokémon doos wel super interessant is, is omdat je dus bij die Moltres ook 4 Crown Zenith pakjes krijgt. Denk jij nu net zoals mij deze doos wil ik hebben? Gebruik dan even het linkje in de beschrijving om de doos te kopen. Dan krijg ik een klein mini procentje van de aankoop. En als je hem toch gaat kopen, waarom dan niet via mijn link? Eigenlijk moet ik wel nog keiveel van deze set openen. Ik heb het al lang niet meer gedaan. 4 kaarten naar voren. We gaan raden. Waterenergie. Vuurenergie. Het tegenovergestelde soort van. Friends in Sinnoh and Laron. Execute Cherubi. Jungos. Pokéball, een klassieker. Exciter, opnieuw een klassieker. Wow! Woe! Mew! Damn, Mew. You're looking fresh. Vette kaart. Welke kaart vinden jullie het vetste? De Mew of deze Moltres? Ik ga toch voor Moltres gaan. Dat blauw met dat rood is echt heel vet. Laatste kaart. Oh, een gehandtekende kaart van Leon. Ook wel heel vet. Van wie zou de handtekening zijn? Zou dat van de artiest zijn die deze kaart heeft getekend? 2 mooie pools uit onze eerste Crown Zenith pack. Pack nummer 2. Kunnen we opnieuw zoveel geluk hebben? Let's see. Die Mew was wel echt insane vet. We hebben Pawniard. Laatste kaart is de code card. Dit keer ga ik opnieuw de water energy zeggen. 3, 2, 1. Psychedelic. Oké. Luxio. Een vacuum. Vacuum is stofzuiger in het Engels. Corpfish. Sinx. Whalmer. Galarian Meowth. Niet de zomaar gewone Meowth. Sunkern. Dit keer geen alt art. Laatste kaart. Luxray. Als je toevallig gisteren de video niet hebt gezien, ik heb iets heel cool om jullie te tonen. Want vanaf morgen mag ik dit, wat er hier in deze doos zit, tonen aan jullie. Het is heel exclusief. Maar vanaf 31 maart, dus morgen, mag ik dit eindelijk aan jullie laten zien. Dus kom morgen zeker terug naar mijn video kijken om 5 uur in de namiddag. Niet 's ochtends. Laten we verder doen met ons volgende Crown Zenith pakje. Het voorlaatste, want er zaten er 4 in deze tin. Jipla, Starly, welkom in de set. Crown Zenith, codekaartje voor jullie. 4 kaarten naar voren. Ik ga opnieuw water zeggen. Uiteindelijk moet ik toch eens juist zijn. We hebben alles al gehad, behalve water. Tracking Shoes. Oeh, Dusclops ziet er weer insane uit. Crushing Hammer, Starly en Rylou van daarnet. Aaron. Rockruff. Hierachter gaan we kijken of we een Trainer Gallery kaart hebben. En ik zeg wel Trainer Gallery, maar
Een GG-kaart was het, dus een Galarian... nog iets. Ik ben het kwijt, het is al even geleden. We gaan kijken of we hem hebben. 3, 2, 1. Nee, een Gumshoop. Een Gumshoes. Wel een vette kaart eigenlijk. De evolutie van Jungos. Laatste kaart. Oeh, we zien iets blinken. 3, 2, 1. Wow. Onze eerste V-star van de set. Zamazenta V-star. Zeg maar zeker, Zamazenta, dat ik hem in map ga steken. Dat is voor mij ook een beetje een reden waarom ik deze tin aanraad. Crown Zenith heeft redelijk hoge pull rates. Pull rates is eigenlijk hoe snel je een zeldzame kaart vindt in een set. Dus daarom is het natuurlijk wel een leuke tin om te openen. Want je krijgt die promokaart erbij van Moltres. Plus je krijgt dan ook nog die 4 packs. Met mogelijk opnieuw leuke kaarten in. En er zijn nog 2 andere tins. Maar die heb ik niet gekocht, want de promokaarten daarin vond ik minder leuk. Switch, Pancham. Ik hoop dat we nog eens een GG-kaart kunnen krijgen. Want die zien er altijd insane uit. Volgens mij moet die na deze Skrelp komen. Oeh. We hebben... Wow! Nice! Een Deoxys V-star in de Reverse Holo slot. Dus er kan nog een kaart komen. En die gaan we nu zien. 3, 2, 1. Een Wailord. Die zou ik eigenlijk niet willen tegenkomen in de zee. Want dat zou super eng zijn om daarbij te zwemmen. Wow, check die Deoxys. Deze is wel echt sick. Ik vroeg voor een GG-kaart. We krijgen er één. En ik zeg jullie, de pool rates op deze set zijn eigenlijk dus best wel fijn. En hoog. Hier is de koudkaart nog van heel de tin. Veel plezier ermee. Dus je weet het mensen, ik heb jullie gewaarschuwd. Kom morgen om 5 uur zeker terug. Want dan gaan we een kijkje nemen naar de allernieuwste Pokémon set. En het einde van Sword and Shield. Tot morgen.